We weten weinig over het privéleven van Angela de Jong. Veel mensen denken dat de ADH altijd of op de bank of in een talkshow zit, maar daarnaast heeft ze ook nog een stabiel en vol gezinsleven. Ze zit in een romantische relatie met haar echtgenoot en samen hebben ze drie kinderen. Daarmee vormen ze een bovengemiddeld groot gezin. Voor haar werk is Angela dag in dag uit bezig met types als Britt Dekker, Gordon en Marcel van Roosmalen. Maar daar buitenom is ze een liefdevolle moeder die veel aandacht aan haar kinderen schenkt. Zo is ze afgelopen weekend op een bijzondere trip naar Manchester geweest, waar ze een spectaculair stadionconcert heeft bijgewoond. Angela vertelt erover in haar eigen podcast bij het AD. Ik ben voor het eerst in lange tijd naar een concert geweest afgelopen weekend. Haar collega Manuel Venderbos, oh, Angela, ja, Manuel vindt het leuk dat Angela naar een concert is geweest. Van Akda en de Munnik? Angela van Coldplay, Manuel geschokt, voor 800 miljoen euro. Of niet, dat waren toch hele dure kaartjes? Angela, ja, het was een duur kaartje, ja. 800 miljoen heb ik niet, hoor. Maar het waren wel dure kaartjes. Manuel, was het leuk? Angela, het was heel leuk. Als mensen nog twijfelen of ze wel of niet moeten gaan en nog ergens in Europa kaartjes kunnen krijgen, ik zou zeggen: gaan. Ik vond het echt een fantastische belevenis. En neem vooral je 16-jarige dochter mee. Het was echt heel gaaf. Veel mensen vinden de concerten van Coldplay fantastisch vanwege hun energieke performance, waarmee ze een bijzondere sfeer creëren. De band staat bekend om hun meeslepende nummers, die een diepe connectie met het publiek tot stand brengen. Daarnaast brengen ze een visueel indrukwekkende podiumproductie. Dat alles samen maakt dat het voor Angela zo'n spectaculaire en gedenkwaardige ervaring was, zeker omdat ze het samen met haar dochter beleefde. Wel was het dus heel erg duur. Collega Marcus Den Blanke, Angela heeft haar gesponsorde Red. oorbellen moeten verkopen. Angela lachend, ja, het moet uit de lengte of uit de breedte komen, jongens. Haha. Manuel, ja, maar was het in de arena? Nee, daar waren Bart Ettenkoven, Dianta Brooks en Patty Bart druk bezig om zichzelf te filmen bij het concert van Harry Styles. Angela, het was in Manchester. Manuel, oh, oké. Okay. Angela, we hebben er een moeder-dochter weekendje van gemaakt. Manuel, wat leuk! Angela, ook een leuke stad trouwens. Echt een heel leuke stad! Jezus, wat heb ik een pijn in mijn kop, besluit ze!